Yo, dup gasten en welkom bij een nieuwe Weekend League video Road to Elite. Het afgelopen weekend heb ik ook weer 40 potjes gespeeld en hebben wij een bepaalde rank gehaald, waardoor wij aanstaande woensdagavond of donderdagochtend weer pakketjes mogen openen. En in de komende video's gaan jullie kijken hoe ik het heb gedaan. Ik kan wel alvast verklappen dat het een van de beste weekenden wordt tot nu toe, maar het had nog zoveel beter kunnen zijn. We worden een paar keer flink hard genaaid en ik zie sommige kopjes nu al een beetje schuin trekken en denken van ja, ga je nou weer de hele tijd zeuren dat je misschien onterecht hebt verloren? Nee, dat niet. Dit weekend waren de servers gewoon erg shit. Ik was niet de enige die er last van heeft. Je hebt het zelf misschien ook wel gemerkt of je hebt het meegekregen van andere YouTubers. Vooral op de vrijdag waren de servers echt gewoon heel erg shit. Maar dan ook echt gewoon echt heel erg shit. Ik denk dat ik nog nooit de servers zo slecht heb meegemaakt. Maar dat gaan we vanzelf allemaal wel zien. Een blauw duimpje zou ik super erg waarderen. Ik heb natuurlijk weer mijn ballen uit mijn broek gezweet om die 40 potjes te halen en zoveel mogelijk te winnen. En gelukkig staan we de eerste wedstrijd 2-1 voor. Ja, inderdaad. 2-1 voor in de 92e minuut van de blessuretijd. Het eerste potje van dit weekend op vrijdagochtend beginnen we met een los. Want we worden gedisconnect en het ligt niet aan mij. Ik word helemaal uit Ultimate Team gekikt. Ik druk weer op Ultimate Team joinen. Ik kan gelijk bij de J-servers in. Het is gewoon echt de servers aan wie het lag dit weekend. En ook echt gewoon massa disconnect. Dat ik in één keer op Twitter keek en zag dat 20 mensen tegelijk waren gedisconnect. Dus dat er gewoon echt iets was met de servers. En dat is geen leuk begin. Helemaal niet, omdat wij best wel in een goede flow zitten. Dat vorige weekend hadden we goed afgesloten. De laatste 11 potjes 10 keer te winnen. En ik wilde daar eigenlijk mee doorgaan. Het team speelt goed. Ik heb er een paar aanpassingen aan toegevoegd. Ik heb Walker op rechtsback neergezet in plaats van Sanja. En ik heb Team of the Group Stage Varane gebruikt in plaats van zijn normale Varane. In het tweede potje komen we op achterstand. Maar een paar kansen die er net niet in gingen. Tsjech houdt hem. En dan, ja, zeker. Het gebeurt hier ook. Ook hier het tweede potje. Worden we gedisconnect. Lag niet aan mij. Lag aan de servers. Kon gelijk weer joinen. En toen dacht ik, nou weet je wat. Het is niet verstandig om nu door te spelen. Ik wacht gewoon. En het vervelende was dat ik dit weekend nogal druk was. Ik moest vrijdag, had een college van 12 uur tot 5 uur. En dan vervolgens ging ik naar de jaarbeurs voor wat dingetjes omtrent het Bankzitters on Fire event. De kaarten daarvan staan in de beschrijving, maar dat weten jullie inmiddels altijd wel. Dus de vrijdag kon ik niet meer spelen, behalve om 11 uur 's avonds. Zaterdag heb ik 5 video's opgenomen voor een voetbalkanaal van ING. ING Only Football, hashtag no spon, want dat is geen spon. Maar dat is super vet geweest, maar toen was ik ook weer heel laat thuis en op zondag heb ik samen met de bankzitters voor De Fano, Wat Weet Jij, hebben we opgenomen. Dus daar was ik ook een heel groot deel van de dag aan kwijt. Uiteindelijk is het dan heel zonde als jij gewoon één deel van het weekend niet kan spelen. Moet je nagaan als dat volgende week gebeurt, met kerst of met oud en nieuw. Dat je tussen de kerstmaaltijden met je familie door even een paar potjes Weekend League wil spelen. En dat de servers het dan niet doen. Dat is best vervelend. Gelukkig was het zaterdag al stukken beter. Dat zijn de enige twee potjes waarin ik ben gedisconnect. En daarna heeft het voor mij gelukkig heel goed gedaan. Ik weet dat er veel andere mensen waren die er nog langer klachten van hadden. Maar gelukkig was dat voor ons dus niet het geval. We gaan gewoon lekker door. We krijgen nu al een 3-0 rage quit. Dat is heel erg chill. Mensen snappen zelf ook wel dat als je een jantje krijgt in de eerste helft, dat het gewoon tijd is om je controle neer te leggen. In het potje daarna, Pereira. Wat een ontzettend lekkere longshot. Ik zoek nog steeds stiekem een vervanger voor Pereira. Het probleem is een beetje, ik vind hem heel erg goed op de positie waarop hij speelt. Centraal middenveld, best lang, niet heel sterk, maar gewoon prima sterk. Goede dribbel, goede pass, lekker schot zoals je net zag. 4-star skill moves, 4-star weak foot. Hij heeft eigenlijk alles, mits dat ze stats, niet heel perfect zijn. Stel elke stat was 4 hoger, dan zou het zo'n ontzettend ziek kaartje zijn geweest. Deze wedstrijd eindigt ook in 3-0. En wat ik probeerde te zeggen, ik ben aan het zoeken voor een vervanger met Pereira. Ik wilde eigenlijk iemand hebben met high. En zelf ben ik aan het denken aan Leuter Matthäus of Petit. Maar dat moet ik nog even afwachten. We komen voornamelijk tegen BPL-teams. En ook dit BPL-team was voornamelijk gericht op pace. Maar dat is die van ons ook een beetje. Dus daar mogen we eigenlijk geen kritiek op hebben. De eerste kans, lekker heel veel van Aguero in de verre hoek. 0 tegen 1. Zo wil je een wedstrijd beginnen. Vervolgens sta ik bij de cornervlag. Ik heb geen idee waarom. Ik weet wel dat ik in ieder geval niet op tijd rekken was in de 25e minuut. Maar goed rondspelen krijgt de bal bij N'Golo Kanté. En ook hij heeft een heel lekker schot in de benen.
Het gekke is, sommige mensen vragen, ja, vind je Kante niet te defensief? Maar Kante scoort voor mij echt heel vaak gewoon van die finesse shots van buiten de 16. Dat de bal bij een corner komt en dat hij daar dan toevallig staat en dat hij hem naar binnen werkt. Weer in de eerste helft komen we op 0-3 voorsprong, maar dan geeft hij een dieptebal op Sturridge. Ik was een beetje twijfelachtig. Ik wist niet zeker of ik Lloris uit moest brengen. Ik weet nu in ieder geval dat dat niet de goede keus was. En het staat 1-3, maar in de tweede helft. Leighton Baines is een oké linksback hoor. Maar als jij Bailly hebt en dan vervolgens heb je Leighton Baines erna, betekent het dus dat je centrale verdediger sneller is dan je vleugelverdediger. En dat vind ik een beetje een rare tactiek. Dat zou ik zelf niet doen. In de tweede helft dan staan we 2-4 voor. Mijn tegenstander krijgt een rode kaart. Wij krijgen een vrijtrap met Payet. En als je iemand niet een vrijtrap moet laten nemen vanaf die afstand, is het Payet wel. Wat een ontzettende beast. Het is echt, als mijn tegenstander me daar neerhaalt op het 16 meter gebied, wrijf ik al lekker in mijn handen. Mijn tegenstander scoort nog de 3-5. Maar ja, hij had al rood. Er staan nog 2 doelpunten achter. Dus ik had er zelf niet heel veel vertrouwen meer in. En hij ook niet. En daarna komen we er nog door. We schieten met Aguero vol op de kruising. En wat zijn keeper dat doet, die loopt gewoon langs het goal. Juju, je wordt bedankt. 3-6. Lekkere overwinning. 4 potjes achter elkaar gewonnen. En dus 2 losses van die disconnects. Dan gaan we naar ons 6e potje tegen dit goedkope Serie A-team met Lane Dybala. Al moet je dat natuurlijk niet onderschatten, want ik heb vaak genoeg gespeeld tegen een slecht team waar ik dan volledig onderuit ben gegaan, omdat het gewoon een hele goede speler was. Wij onderscheppen de bal met Crespo, steken hem op Payet. En wat mij opvalt is, als ik alle beelden van de Weekend League terugkrijg, is hoe ontzettend vaak Crespo de aanleiding is van een doelpunt. Zowel het doel zelf dat hij scoort, de assist die hij geeft, de bal die hij onderschept. Het is echt een hele goede speler voor mij. Maar daar heb ik natuurlijk vorige week al vaak genoeg over opgeschept. We scoren net na rust de 0-3 met Aguero. Het was al een beetje klaar, maar nu is het zo goed als klaar. En dit wordt echt een doelpuntenfestijn. En ook gewoon allemaal wel mooie doelpunten. Nou krijg je natuurlijk heel veel ruimte als je tegenstander ultra-attacking gaat spelen. Of all-out attack of een van die twee. En dat deed mijn tegenstander. Dus heel veel countertjes. Heel veel ballen onderscheppen op onze eigen helft. En doorsteken zoals deze. Die van net werd gescoord door Pereira. En nu een chippy van Koen Aguero. De 0-5. En nu komen er ook nog een paar mooie doelpuntjes hoor. Dit is gewoon heerlijk rondgespeeld. En voor een open goal schiet Koen Aguero de 0-6 erin. Daarna N'Golo Kante komt via de linkerkant opstomen. En dat moet je even in gedachten houden. Want ik ga dat niet... je ziet, de wedstrijd is voorbij. Dat gaat niet in dit potje zijn. Maar het volgende potje scoor ik waarschijnlijk nog wel de mooiste goal van deze aflevering. We komen tegen een BPL-team. Ik ben zelf geen fan van de 4-1-2-1-2. Ik vind dat je linksmidden en je rechtsmidden veel te weinig ruimte krijgen. Of tenminste, ze krijgen juist wel ruimte. Maar niet ruimte die handig is. Niet die ze efficiënt kunnen benutten, laat ik het zo noemen. Wij onderscheppen de bal. Patrick Vieira en Koen Aguero schieten binnen in de 32e minuut. Maar dan de mooiste goal van deze aflevering. Het is gewoon allemaal perfect. Aguero met het skill dribbelen, de fake shot. N'Golo Kante, het hakje op Kante, naar links. Mijn tegenstander dacht dat ik naar links ging. Ik ga dan snel naar rechts en Kante schuift hem binnen. Dat zijn doelpunten waar je heel veel moed en energie uithaalt, omdat het gewoon echt puur gebaseerd is op het uitspelen van een mooie aanval. Het zijn niet zozeer fouten van mijn tegenstander die ik heel erg benut, maar gewoon echt heel goed werk. Dit ook, we onderscheppen de bal in ons eigenlijk 16. En wat een perfecte counter. Kyle Walker was nog helemaal meegekomen. De rebound valt dan net gelukkig. Dat geluk moet je ook gewoon mee hebben. En mijn tegenstander besluit te rage quitten. Snel door naar de volgende wedstrijd tegen dit BPL-team. Inform Costa, Inform Saha, die wij in onze Weekend League Rewards van vorige week hadden. Snelle verdediging, goed gebalanceerd middenveld dat een beetje naar achter ligt. En dat kan nog wel eens een lastige wedstrijd gaan worden. We tikken goed rond en N'Golo Kante. Wat je heel vaak mij ziet doen, is dat ik met LT of LTRT of L2R2, ik moet hem natuurlijk altijd ook even vertalen naar PlayStation, de bal afscherm of opeens inhoud, dan een rondje draai en hem dan meegeef. Dat werkt gewoon ontzettend goed. Wij scoren een 0-1 en in de tweede helft is het niet zozeer een fout van ons dat echt leidt tot een doelpunt. We sluiten de ruimtes goed dicht. We zorgen dat mijn tegenstander niet al te veel ruimte krijgt. Maar dan Santi Cazorla met een lekkere knaller in de verre hoek. Hij scoort de 1-1. En ja, je wist al dat het een lastige wedstrijd ging worden. En als dit soort dingen dan net verkeerd vallen voor ons, of goed vallen voor mijn tegenstander, het is natuurlijk net hoe je het bekijkt, dan wordt het gewoon een wat mindere wedstrijd. We krijgen nog een grote kans met Aguero, maar hij raakt de bal net verkeerd. Wordt van de lijn gehaald in de 90ste minuut. Kyle Walker vangt hem op. Is weer mee naar voren gekomen. Ik speelde op dit moment ook all-out attack. Kyle Walker tegen de lat. En Anthony Martial, die ik heb ingewisseld. Onze super sub, waarmee we de eerste weekenden van vorige maand echt goed hebben gespeeld. Schiet hem binnen, maar in de verlenging is het alsnog mijn tegenstander die met Koen Aguero scoort. Aan de statistieken te zien ging het gelijk op en had dus allebei de kanten op kunnen vallen. Ik vind het prima. Het was een waardige tegenstander. Net niet
gewonnen. Wel goed gespeeld, maar daardoor gaan we nu 6-3, waarvan we dus al 2 disconnects hebben. Heel erg zuur om daarmee te beginnen, maar we hebben het goed omgemogen. We hebben 6 keer achter elkaar gewonnen en vervolgens komen we dan tegen deze tegenstander. Ronaldo, Dybala, Cuadrado, James Rodriguez, Sergio Moibeto, Ramos, Squad Builder Challenge, Buffon. Een heel erg goed teampje met veel hoger rated spelers. De eerste kans van de wedstrijd komt uit een corner van mijn tegenstander. En het is dan ook niet eens zijn kans, maar het is onze kans. En ja, ik zeur er vaak over, maar het is ook lekker als je dit zelf kan benutten. Ik geef hem dieptebal nadat ik de bal van zijn corner onderschep. En in één keer is het Kun Aguero versus Buffon. Echt gewoon zo ontzettend veel ruimte. Dan, wij proberen nog een counter op te stellen. Hij onderschept de bal, speelt goed rond. Ik stap verkeerd in en Cristiano Ronaldo die heeft natuurlijk maar één kansje nodig. En die schiet hem dan gewoon binnen. Heel erg dom, ik stapte totaal verkeerd in. Maar hey, je kan niet altijd gefocust blijven. Tenminste, mij lukt dat niet. De mensen die dat wel lukt zijn uiteindelijk de spelers die ook hoge... een goede score zouden bij de Weekend League. We nemen deze vrije trap met Dimitri Payet. Oi, 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 oi. Ik zei dat N'Golo Kante een mooi doelpunt scoorde, maar dit is misschien een nog mooier doelpunt. Ik zat op dit moment met Koen in de call. Ik ging helemaal los. Zei die, wat is er, wat is er? Dus nou, ik heb net een vrije trap gescoord. Dat zie je wel terug in de video. We staan al 1-3 voor, maar mijn tegenstander ging attacking spelen. Wij combineren erdoor. En weer is het Crespo die zo'n lekker assistje geeft. 1-4. Ronaldo doet nog wat terug. 2-4. Maar... het wordt wel heel lastig om in 7 minuten tijd nog 2 doelpunten te scoren. Laat staan 3 doelpunten te scoren. Want dit slimme balletje vanuit een hoek waarvan ik waarschijnlijk niet had gescoord met Aguero, leg ik af op Crespo. De eerste 10 potjes van de Weekend League zijn gespeeld. We gaan 7-3. 2 disconnects. Heel erg zuur. Maar ik kan je vertellen, de komende 10 potjes gaan heel erg leuk worden. Je wordt heel erg bedankt voor het kijken. Blauwdempjes zijn super tof. Vergeet niet te abonneren voor volgende video's in je subbox. En dan check ik jullie later. Joejoe!